Super tof dat jullie kijken naar deze gelukkige video. We gaan weer eens een keertje Lego City spelen. Ja, en ik dacht, ik ga gewoon weer eens een keer Lego City spelen. Ik vind het super tof dat jullie naar deze video gaan kijken. Want ik ga gewoon een hele leuke video maken. We gaan in Lego City gaan kijken of we weer een stukje verder kunnen komen. En ja, ik wil dat gewoon graag met jullie gaan doen. Nou, we moeten even wachten. Oh, we zijn er al. We gaan terug waar we de vorige keer natuurlijk in geweest waren. Oké, nou, daar gaan we. Nou, gaan we nog beginnen. Duurt een beetje lang, hè? Oké, daar gaan we dan. Hoofdstuk 6 van je familie moet je het hebben. Niks meer. We gaan met deze auto. Gaan we even lekker rijden. Oh jongens, ik moet er door. Naar het geval. Ik heb eigenlijk helemaal geen auto gevonden. Wow, bijna tegen de botsing. Ah, bijna lantaarn. Dat ging toch net goed. Ik wil namelijk even naar de andere stad toe. Maar eerst moet ik heel eventjes een andere auto pakken. En ik zie hier een grijze auto staan. Dus dan gaan wij dus hier even parkeren. Voilà. Ik kan namelijk misschien ook wel een auto hier eens kopen. Nee. Ik kan er niet in. Wat was er aan de hand in mijn kantoor, chauffeur? Oh, niks. Ik denk dat er een dier binnen is gekomen en het alarm heeft geactiveerd. Een soort koppige ezel. Niet alweer. Ik zei nog dat je daar geen wortels moest bewaren. Uitskakken! Maak je geen zorgen. Niemand weet dat je voor Vinnie Pappalardo werkt. Uitstekend. Wat heb je in mijn papieren gekluist? Sorry, ik kon het niet laten. Maar wauw, Vinnie Pappalardo is niet de eerste de beste. Misschien niet. Maar in tegenstelling tot mij is hij flink humeurig. Wat? Ik ben juist heel erg zachtaardig. Je bent ontslagen. En bovendien vertrouwt hij niemand. Niet sinds zijn rechterhand. Oké, we gaan hier even dat bruggetje op. Opgepakt is. Vinnie zou me waarschijnlijk dankbaar zijn als ik hem daar een handje mee help. Ja hoor, je kunt gewoon een gevangenisbus stelen en hem dan bij de rechtbank oppikken waar hij vandaag terecht staat. Ha, wacht eens even. Je bent toch niet van plan om bij zijn bende te gaan, hè? Je bent mijn chauffeur. Oké, nou. Als ik Mo uit de gevangenis help, kan ik mijn Bevinnie's bende aansluiten en ben ik weer een stap dichter bij Rex. Oké, nou gelukkig. Hey Chase, wat kan ik voor je doen? Wat kan je me vertellen over Vinnie Pappalardo's rechterhand? Mo De Luca? Hij is niet echt een crimineel. Ga nu naar de hij is gewoon Vinnie's neef. Waarom staat hij dan terecht? Even kijken. Wauw! 412 onbetaalde parkeerboetes. Parkeerboetes? Dus het zou niet zo erg zijn als hij niet naar de gevangenis gaat. Wat ben jij van plan, Chase? Chen werkt voor Vinnie. En ik weet vrij zeker dat Vinnie voor Rex werkt. Maar om bij Vinnie te komen,
moet ik zijn vertrouwen winnen. Door Mode Luca te bevrijden? Dat klinkt niet erg volgens het boekje. Het is mijn enige kans. Hebben we nog een gevangenisbus die je kan lenen? Misschien. Vraag maar aan Victor, buiten, achter het bureau. Ik geef wel door dat je eraan komt. Nou, ze zijn eindelijk klaar met kletsen. Ik moet echt even mijn collectie zijn. En ik houd dat ik vandaag nog een sier moet zijn. Koekoe. Oh ja, ik moet even een nieuwe auto hebben en die ga ik even ophalen. Ik heb hem nu nog gezien besteld. Zo. We zijn in de andere stad. Even kijken, waar moet ik mijn limousine ook weer ophalen? Ik had echt 200 miljoen nog wat. Had ik. En ik heb ze allemaal van de limousine. Maar we moeten zelf even komen kijken. Ik zoek echt daar aan. En dan mag ik op de knop drukken. En ik heb een zwarte, als die er nog was besteld. Oh, kijk, en ondertussen. Politiezaak! Zo! Mooi hoor! Oké. Oh ja, hier is de bureau. Dan moet ik ook weer heen. Wanneer ik eerst de rest van de ruimte. Hier moet ik hem weer eens ophalen. Oh nee, aan de andere kant. Pardon, politiezaak. Zo. Hier achter deze tunnel kan ik hem weer eens ophalen. Ik heb dus een klein autootje pakken. Let daar toch eens op! Ja, sorry. Oké, hier moet ik hem ergens ophalen. Maar waar? Nu ben ik er. Oh ja, ik weet het denk ik al. Als ik nu zo, als ik nu dan hierheen ga, en dan hierheen ga, en dan hier het hoekje om, en dan moet ik hier gaan. Zo, dan zo. Sorry mensen, ik spijt me dat ik hier aanrijd. Maar wat is dat dan? Ik ga even dit tunneltje hieronder nog door. We zijn nu bij de FIFA. Oké. Ik ga wel even kijken of ik misschien een vliegtuig kan pakken. Misschien kan ik mijn eigen vliegtuig of zo maken. Oh ja, daar is dat. En als het goed is, kan ik deze misschien pakken.
voor een vliegtuig. Misschien hier? Ik denk het niet. Nee, dit kan niet zijn. Nee, dit is voor auto's. Maar hier kan ik nu wel mijn limousine ophalen. Kijk, hier is het. Dat kan voor meerdere mensen kiezen. Oeh, ik ga denk ik voor die vrachtwagen hoor. Zo, dat wat. Zo. Ja hoor. Mag ik heel even aan de kant beuken? Ja. Ik dacht die beuken wil over aan de kant, maar nee hoor. We gaan even een vliegtuig hebben. Dan niet. En met deze vrachtauto kan ik ergens anders de limousine halen. Ik kan het gewoon sparen met die rijden. Waarom? Oké. Voor de verzekeringspapieren. Oh, man. Ik ga even nog even de hey, jongens. We gaan zo stoppen met deze video. Als het autootje voorbij is. Geweldig. Geweldig. Oh kijk, hier wil ik even helemaal naar alle miesjes jongens. En ik ga gewoon met mijn auto en al. Zo. Zag Henk jou er straks hard van zijn plank gaan? Volgens mij is hij naar het ziekenhuis. Oh. Ik voel me niet goed. Geweldig. Eigenlijk zou ik mijn vrije dag aan iets nuttigs moeten steken. Interessant.
Oké, jongens. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze hele toffe video. Smash een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Dag.